Dus ik denk dat ik vanmiddag gewoon een beetje ga huilen. Omdat ik jullie zo erg ga missen. En dan gaan ze hier straks helemaal zo in een bioscoopstand staan. En dan ga ik het donker maken. Ruud, lees even deze kaart. Dit is echt de liefste kaart voor je. En dit is de eerste keer dat ik ga filmen. Ik heb dat ooit gezegd in een vlog, maar heb ik eruit geknipt. Omdat het toen nog niet zeker was. Nee. Ik ga een verrassingspakket weggeven. Ondefinieerbare bruine substantie. Oh, het is nu voorbij, ik moest helemaal huilen. Voor 3 euro in de sale, vind ik echt heel erg leuk. Je moet eerst 3 gaatjes en dan 1 keer tikken. Ik snij een pizza. Nee, te laat. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Laatste week. 4 dagen. Kinderen. 1 dag studiedag, 10 uitje. En zondag gaan we op vakantie. We zijn juist de airco-filters gestofvrijd. Ik ben te moe. Stofvrij gemaakt, uitgeplopt. We moeten dus elke week, dus is denk ik 10 jaar niet gebeurd. En de airco staat nu hier in plaats van op de slaapkamer. We gaan nu testen of het effect heeft. Zo ja, gaan we nog een airco kopen. Want dan moet er 1 in de slaapkamer en hier. En we hebben watermeloenwater. Dus gewoon watermeloenstukken met water. Best wel lekker. Ik heb net Monica's vlog gekeken waarin ze is bevallen en ik vond het echt een van de leukste video's die ik ooit in mijn leven heb gekeken. Hey jongens, sorry dat ik zo weinig film. Vandaag ben ik niet helemaal happy. Ik ben gewoon heel erg gestrest en ik ben eigenlijk niet echt een gestrest persoon, maar ik weet niet of ik gevlogd heb, ik weet het niet meer. Het is nu 12 over 12. Ik ben nu klaar met mijn weekvlog uploaden omdat ik niet meer in het weekend upload. De afgelopen 3 weken wil ik gewoon mijn weekvlog op tijd online hebben. Er ging wat mis in Ruben's communicatie tussen mij en Ruben. Dus ik dacht dat hij wel begreep dat hij dat nog moest doen. Ik had van het weekend eigenlijk al de eerste edit gedaan. Maar hij moest nog een tweede edit overheen. En er moest nog een afsluiting bij en zo. Dus ik was pas 10:30 terug van de groep 8 musical. Die heel erg leuk was. Ik was wel echt heel erg moe. Dat was heel leuk. 10:30 terug en het is nu bijna 10:30. Ik ben wel klaargemaakt. Ik lag net in bed en dacht ik even kijken of de video klaar is. Toen was hij al klaar, want het was een hele korte weekvlog. Dus dan heb ik hem meteen een thumbnail gemaakt. En titel alles. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Het is dat ik weet dat ik nog maar 2 dagen hoef te werken. Anders had ik mijn weekvlog gelaten. Dan had ik gedacht, nee, dat ga ik nu echt niet doen. Maar nu was ik toch, het was zo laat. Het is nog weer school. Ik moest gewoon even. Goed. Ik heb een hele drukke laatste week. De meesten zijn lekker aan het opruimen, maar ik heb nog gesprekken. Ik heb nog van alles. Ik moet allemaal cadeautjes regelen voor allemaal mensen. Voor kinderen, voor leraren, voor klasmoeder, voor van alles. Dus ik loop een beetje tegen de feiten aan nu. Maar goed. Dat was mijn dag. Tot morgen. Hi jongens, ik kom er dus achter dat mijn scherm stuk is, want ik zie mezelf op mijn kop. Dit is heel raar. Ik heb dit gekocht. Dus de duurste, je hebt zeg maar een, wat had je nou? Oh ja, gewoon zo'n tafelventilator, een staand ventilator, ronddraaiend en dit. En volgens mij zei Ruben dat hij graag dit wilde, dit was 20 euro. Die ga ik nu testen en ik hoop maar dat het werkt. Het haalt natuurlijk niet de warmte uit huis, maar het houdt het wel lekker weer cool. Jongens, ik vond het echt moeilijk om iets voor de klassenmoeder te maken. Want eerst had ik dit dan, zo'n jar met al mijn make-up erin, maar vond ik toch een beetje kinderachtig. Dus nu heb ik deze bij de Action gekocht. Super cute. Ja, het licht is even niet zo goed. Deze. En dit kaartje erbij. Een tekstje bedankt voor het verlichten van dit schooljaar. Er zit ook een kaarsje in. En dan heb ik een armband van mijn eigen webshop. En 2 NYX lipglossjes. Ik heb altijd gevoel, er moet meer bij. Maar ik denk dat ze dit hartstikke leuk vindt. Zo. Ik vind het alleen jammer dat ik die kaart er niet op kan plakken of zo. Maar goed, dit dus. Oké, jongens. De hele klas komt zowat op me afgestormd. En ik krijg allemaal lieve cadeaus en dingen. En lieve ouders die nog bedanken. En ik ga vanmiddag even laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Maar ik ben echt super blij. En ik stond op en toen was ik moe. En toen dacht ik, oh jammer, ik ga ze zo erg missen. En dan krijg ik al die lieve cadeaus. Dus ik denk dat ik vanmiddag gewoon een beetje ga huilen. Omdat ik jullie zo erg ga missen. Nou, oké, de kinderen zijn dus naar drama. Want ik heb het even klaargemaakt. Kijk, dit is allemaal met allemaal dingen die ik heb gekregen. Zo leuk. Limonade, tappen lekker, bekertjes voor drinken en ze kunnen bekertjes vullen met lekkere snacks. En dan gaan ze hier straks helemaal zo in een bioscoopstand staan. Dan ga ik het donker maken. Superleuk. Ik heb veel minder stress dan ik had verwacht dat ik zou hebben, want echt een super goede jongen. Een hele fijne jongen van groep 7 heeft gewoon geholpen vandaag en we hebben zoveel gedaan. Kijk even. Dit moet iedereen doen, dus een klas opstapelen.
Maar wat ik ook moet doen is natuurlijk alles helemaal leegmaken, want ik ga naar groep 4. Dus dat heb ik nu gedaan. Het is allemaal nieuw voor groep 3 materialen. Kasten leeggemaakt. Ik ben echt kapot. Maar wel een fijn gevoel. En zulke lieve woorden gekregen van alle ouders en zo. Van een aantal ouders, echt heel fijn. Nu heb ik nog een oudergesprek. En dan ga ik weer even verder opruimen. Hallo jongens. Ik heb hier een heel lief meisje van de NSO eventjes gehaald. Die mij nog wel mist en ik haar ook. Dus ze is me even aan het helpen. Ik zit in mijn nieuwe lokaal. Mijn scherm is nog steeds omgedraaid, dus ik zie mezelf niet. Deze heb ik van haar gehad. Maar ik denk, laat hem nu even zien. Want ik moet het inderdaad handig als ik hem hier laat. Hier. Dit wonderserum. Raden ze me aan. Die neem ik mee naar huis. Het kaartje neem ik mee naar huis. Deze doe ik even weer in mijn bureau. Nou ja. En ik wil nog wat laten zien wat ik ook hier laat. Dat is namelijk dit blik die ik heb gekregen. Superleuk. Oeh. Daar zit drop in. En er zat een heel leuk kaarsje in. Nee, jij mag niet. Dus die laat ik lekker hier. Dat heb ik ook gekregen. Superleuk. Fried dried oranges en lemons. En daar kan je dus zelf gin mee maken. Echt mega leuk. Oké, ik ga alles willekeurig. Ik weet even nu hier uit mijn hoofd wat van wie is. Voor jou super bedankt. Ik ga er heel snel doorheen hoor. De blijdschap was zeg maar net. En nu wil ik het gewoon heel gegeven met jullie delen. Zo lief als kinderen het zelf hebben geschreven. Liefste juf, Charlotte. Ik ga je heel erg missen. Ik denk dat ik ga huilen. Zo lief. Het ziet er zo leuk uit trouwens. Ik vergeet het helemaal te laten zien. Waarom ik ook gehaast heb is omdat de batterij natuurlijk weer bijna op is. Schattigste ooit dit. Dit is zo schattig. Ze zei, mam ik wil vergeet me nietjes voor juf Charlotte. Omdat ik niet wil dat ze me vergeet. Zo lief. Zo lief. Echt. Ook weet zeker dat zij zelf heeft geholpen met uitzoeken. Kijk hoe mooi deze kaars is. En zo leuk. Echt zo leuk. Een lipstick pen. Lieve juf Charlotte, wat vonden wij het spannend? Naar groep 3. Een nieuwe groep en een nieuwe vers van de persjuf. Terugkijkend zijn we super blij met jouw aanpak. Je toegankelijkheid, creativiteit en bovenal hoe je in haar hart bent gekropen. We hadden ons geen fijnere start van haar basisschooltijd kunnen wensen. Zelf al groep 3 voelt echt een beetje als de start. Heel veel dank. Je houdt een plekje in ons hart. Ruud, lees even deze kaart. Dit is echt de liefste kaart ooit van mijn ouder. Dit is echt een super coole doos. Die ik echt wil bewaren eigenlijk. Kijk. Hierin zit. Lieve, lieve juf Charlotte. Ik vind het heel erg jammer dat ik je volgend jaar niet meer heb als juf. Ik ga je heel erg missen. Oh. Hier staat ook zelfs voor de allerliefste juf op. Kijk, het is voor de kinderen heel verwarrend, want ik ga ook naar 4. Dus ze hebben iets van, waarom ga je niet met ons mee naar 4? Een hele mooie rooskaars. Wat ik ook wil even, is dat heel veel hadden een kaartje vanuit het kind en vanuit de ouders. Dus dit is weer vanuit de ouders. Ook wij en ik willen je heel erg bedanken voor het superleuke schooljaar dat bij jou heeft gehad. Je hebt er zo goed opgevangen, je was zo lief voor haar. We zijn je heel erg dankbaar voor. Ik hoop dat als je nog eens naar deze sleutelhanger kijkt, je nog eens aan denkt. Heel erg bedankt en een hele fijne vakantie. Ja, ik heb een superleuke sleutelhanger gekregen van een bus. Een roze bus. En die heb ik speciaal voor me uitgezocht, zodat ik hem sowieso zou gaan gebruiken. Omdat ik hem dan sowieso leuk vond. Die komt zo. Dit is dat kaarsje waar ik het over had. En dus dat haarspul. Dit is echt het cadeau wat ik heb gekregen van een klassenmoeder van de klas. Waar ze echt, zij al 4 maanden of zo mee bezig is. Een speciaal vriendenboekje voor juffen en meesters. Dat kan ik natuurlijk allemaal niet laten zien. Maar mijn hele klas op 2 na staat erin. Dus die moet ik nog even na de vakantie doen. En dat hebben ze helemaal rond laten gaan thuis. Echt super lief. Heel leuk. Ik kreeg vorig jaar van mijn Leo stage mentrix het boekje Super Juffie. En daar ben ik begonnen met lezen aan de kinderen. Maar was iets te moeilijk voor groep 3. Wat krijg ik nu nou? De flyer van deze film. Lieve juf Charlotte, bedankt voor het afgelopen jaar. In het doosje zit een cadeautje dat je later in het jaar kunt gebruiken voor de toepasselijke film Super Juffie. Fijne vakantie en veel plezier en succes met groep 4. Namens alle ouders en kinderen van groep 3B 2018. Geweldig. 2 bioscoopbonnen. Ga hierbij alsjeblieft naar Super Juffie, zeiden ze. Dat is toch echt niet normaal zo leuk. Nou, dit is wel een heel persoonlijk berichtje, dus deze zal ik niet voorlezen. Maar echt heel erg lief. Ik heb, het valt me heel veel chocolade, maar ik heb wel wat chocolade gekregen. Deze chocolade en deze. En deze.
dit tasje. Met douchegel. En ik zei nog top, want onze douchegel is op. Hele mooie kaart dit. Echt leuk dat het ook echt kaartjes specifiek voor juffen zijn. Ik hou even de naam weg, maar kijk hoe lief dit is. Zelf geschreven. Zo lief. En dit kaartje. Dit is wel heel van het kindje. Ik kan het niet laten zien, maar echt heel lief zelf geschreven. Lieve Charlotte, ik vond het leuk dit jaar met jou. Zo leuk dat ze het zelf hebben geschreven. En heel lief zelfgemaakte kaart. Ook een heel leuk kaartje. You make me smile. Allemaal foto's van ons ook. Heel lief. Lieve juf Charlotte, bedankt voor de goede zorgen als afscheidscadeau. Ons beauty geheim om uit te proberen. Van, dat zegt de moeder. En zij zegt, het kind. Lieve juf, ik vond het heel leuk bij jou in de klas. Kusjes, ik ga je heel erg veel missen. Lieve juf Charlotte, ik vond je een hele lieve juf. Ik vond het heel gezellig en fijn en leuk bij je in de klas. Ik vind het leuk om naar groep 4 te gaan, maar ga je wel heel erg missen. Dat is vanuit het kind en vanuit de ouders nog. Heel erg bedankt dat je het afgelopen jaar zo goed en fijn geholpen hebt. We zijn je dankbaar voor het feit dat je er bij alles uit hebt kunnen halen wat erin zit. Je bent een topjuf en we hopen dat je met net zoveel passie en zin les blijft geven. Veel plezier in groep 4. Hopelijk spreken we elkaar nog hierna. Ik probeer voordat de tijd op is, maar ik let het niet. Dit is zo mooi ook. Kijk hoe leuk. Hier, zo lief van een jongetje. Zo lief. Een kaars. En daar heeft hij allemaal armbandjes bij uitgezocht. Ze weten ook weer dat ik sieraden maak en zo. Allemaal armbanden, ga ik zo naar kijken. En hele lekkere bonbonnetjes die een beetje gesmolten zijn nu. En dit is de bus. Hoe cool. Een soort van hippie, coole. Die gaat sowieso aan mijn sleutels. En nog een lieve kaart. Je bent de allerbeste juf. Oh ja, deze. Ik zei nog, moet ik deze in de wc hangen? Dat klinkt dan een soort stom, maar dit vind ik echt zo super leuk om in de wc te hangen. Zo'n hartje. Wat is dit ook weer nog? Oh ja, heel lief in een doosje. Een hele mooie tekening. Die ga ik... Oh, ook zo lief. Ik zei nog, vroeger had ik al die lipglossjes aan de sleutelhanger. En dan een hele leuke... Oh, dat is een hele sleutelhanger die ze hebben gemaakt. Kijk hoe lief. Kijk nou hoe ze dit hebben gemaakt. Volgens mij is dit zelf gemaakt. Kijk hoe mooi. Ik weet even niet meer wie me dit had gegeven. Dit was volgens mij echt het eerste wat ik kreeg. Dit is zo lief. Oh. Heel blij. Oh, de accu is leeg. Oké, ik ga heel slim deze doos herbruiken voor een zwangerschapscadeautje. Hoe ga ik het laten zien? Er was vandaag een kraamhand uitgedeeld voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat. Maar echt super stom, want bij Weekamp was het vertraagd. Het is echt het schattigste rugzakje ooit. Mini van Little Lovely Living, Little Lovely Company. En daar ook van hele schattige cakevormpjes, want ze heeft ook nog een dochtertje. Ik dacht, het is super leuk. Een hele lekkere handcreme. Een heel schattig maskertje. Eigenlijk had ik alleen dit, maar ik vind het gewoon leuk om een pakketje van te maken. En deze armband. Dus dat is allemaal in deze doos. Ik denk dat ze het heel leuk gaat vinden. Goedemorgen allemaal. We hebben vandaag studiedag. Als in de laatste dingen klaarmaken. In je nieuwe lokaal, je oude lokaal of het lokaal waar je in bleef. En daarna gaan we dus suppen, kanoën opvaren. Maar iedereen is aan het eind van zijn Latijn, ik ook. Ik heb hem niet eens opgemaakt nog. Ga ik nu doen. Ik kom niet vooruit. Gelukkig ben ik niet de enige. Zelfs docenten die al zo lang... docent zijn, hebben het nog. Als zodra de kinderen weg zijn, ik denk dat je tot dan blijf je in die... Ik zei ook al, ik heb de laatste tijd echt een soort extra motor aangezet waarvan ik niet wist dat ik hem had. Maar daarna stort je echt in. Ik ben kapot. Dus, deze camera voelt zelfs super zwaar. Zo moe. Ik vind het wel jammer dat, dat ik morgen maar één dag heb om uit te rusten. Maar eigenlijk moet er ook van alles gebeuren met inpakken. Dingen halen nog, dingen regelen. Ik wil echt zondag rijden, wat ik wel snap, maar het geeft me wel stress. Lekker eten. Hoe ziek is dat? Ik zit op de boot met wijn en dit is de eerste keer dat ik ga filmen en dat de collega's het zien, dus dat is de ontgroening. En het is echt super gezellig en heel erg lekker weer. Hey jongens, we hadden dus een teamuitje en het was echt heel erg leuk. Ik was kapot vanochtend, ik dacht ik heb er echt geen zin in, echt niet. Maar het was zo relaxed en nu ben ik helemaal kapot. Ruben is ook kapot. We hebben besloten om maandag te gaan.
Want ik zei al, als je zondag wil vertrekken, prima. Maar dan moet jij alles doen qua schoonmaken en opruimen. Want ik heb er geen tijd voor. Ik wil gewoon vanavond uitrusten en uitslapen morgen. En dan ga ik beginnen. Maar dat is best wel kort. En iets heel erg leuks wat ik jullie nog niet had kunnen vertellen. Ik ga wel even zitten. Het is van die moment waar ik heel even voor ga zitten. Mijn scherm is nu dus, als ik hem nu draai, ik zie nu niet meer of ik film. Dat is heel raar. Dus ik ga zo een nieuwe bestellen. Mag ook wel. Ik heb deze nu al heel erg lang via Marktplaats. En mijn broertje heeft er één geadviseerd, die is €550. En deze bewaar ik dan wel voor mijn grote lens. Waarmee ik dan weekendvideo's kan maken. Maar het is wel lastig, want ik kan mezelf niet zien. Ja, ik heb dat ooit gezegd in de vlog, maar heb ik eruit geknipt omdat het toen nog niet zeker was. Natuurlijk, jullie weten, ik werk fulltime. En daarnaast heb ik ook nog een YouTube kanaal en een sieradenshop. En voorrang gaat gewoon naar mijn werk als juf. Daarvoor werk ik gewoon voor een baas en voor allemaal kinderen en ouders. En voel ik me gewoon heel erg verantwoordelijk en vind ik ook superleuk. Dus daar zit al mijn prioriteit in. En ik heb nu ook al 3 weken, 4 nu morgen geen weekendvideo geplaatst. En er geen tijd voor. En ik heb nu natuurlijk ook nog de shop. Dus ik heb erover nagedacht en gezegd dat ik dus 4 dagen wil gaan werken. En ik ben echt super benieuwd hoe het allemaal gaat. En het wordt de eerste keer dat ik ook met een duo ga werken. Dus ik ben nu weer heel erg moe, dus dan zie je het misschien niet aan me. Maar ik had daar heel erg veel stress om. En ik was ook best wel een beetje emotioneel door vermoeidheid. En dat gaf me heel veel stress. Want ik wil gewoon die extra dag. Dus die dag kan ik gebruiken. Ik ga die dag niet gebruiken om leuk met vrienden af te spreken. Maar om een beetje uit te rusten. Zo lekker, een dag extra in de week dat ik kan uitslapen, Ru. Jeetje. Oh, zo, ja. Ook. Een beetje uitslapen, niet erg, want ik wil wel aan mijn ritme blijven. Maar bijvoorbeeld om 9 uur opstaan of zo. En dan kan ik gewoon lekker aan mijn YouTube kanaal, aan mijn shop werken. Ik word helemaal blij bij die gedachte. Ik word zo blij bij die gedachte. Want ik wil mijn baan als juf absoluut niet opgeven. Ik wil niet stoppen, zeker niet. Ik vind het super leuk. Ik heb net dat extra dagje nodig. Nu was het vaak vrijdagavond kapot. Zaterdag meestal moe. Maar ook gewoon dingen met vrienden willen doen. En zondag ook. En ik wil gewoon het liefst 2 dagen leuke dingen kunnen doen. En 5 dagen werken. Maar daarvoor moet 1 dag werk voor YouTube zijn. Dat zeg ik verkeerd nu. In het weekend was het vaak. Sowieso was het eerst altijd 1 dag ging aan YouTube. En 1 dag uitrusten. En toen werd het uitrusten werd dingen met vrienden doen. Want ik had niet zo erg meer de behoefte om uit te rusten. Of ik was niet zo moe meer. Of ik kon er zeg maar mee omgaan. En nu heb ik dus geen, al heel lang niet meer aan het weekend, in het weekend aan YouTube gezeten. Geen weekendvideo's gemaakt. Dus nu heb ik gewoon het weekend voor mijn vrienden uitrusten. En die door de weekse dag om te werken. En misschien ga ik wel een keer door de week uitrusten en in het weekend werken. Ik weet niet, maar je vrienden zijn in het weekend ook vrij. Dus ik kan dat lekker gaan invullen. En het moet niet een niksdag worden, maar een keer ook wel. Daar ben ik gewoon erg blij mee. Dus. Jee. Zijn jullie blij van me, jongens? Ik zei het ook toen het vandaag verteld werd. Ik zei, ik ben zo blij voor mezelf. Ik ben echt heel blij voor mezelf. Yes. Life is good. Dat hij nu gestopt. Kijk. Jongens, hij zit mij nu al. Hoe lang lig je nu al zo, Bobby? Alsof hij in de gevangenis zit, zit hij me aan te kijken. Dan moet ik hem aaien. Ruben ligt erachter. Bobby, is toch niet normaal? Bobby. Je bent niet in de gevangenis. Zodra ik wegloop, gaat hij je lichaam zo aankijken. Nou, nu niet. Bobby. Bobby. Hi. Hij is heel moe. Toppen, Bobby. Zo schattig. Jongens, dit... Oh, dit is heel lelijk. Alsof je een soort van shirt in een rok hebt. Hè? Ergens vind ik het dus wel wat heller, maar... Het is gewoon te groot. Hoe leuk zou dit zijn als het dan de taille laag zat? Want nu is het gewoon een vierkant. Jammer. Het idee is bijna leuk. Nee. Eeuw. Hallo. Wat raar. Oh. Ik heb gewoon met mijn oude camera dat ik er gewoon zoveel van hou. Want normaal als ik dit deed, stond mijn knot er ook op. Moet ik hem verder weghouden. Mijn nieuwe camera is er net bezorgd. Er zit ook geen grip op nog. Hij is heel hard. En de andere camera is heel mooi zacht. Auw, hij heeft echt harde punten. Het is een Sony. Ik
ik al een tijdje terug ook te kennen. G7X die iedereen heeft besteld. En die vond ik echt niet fijn dat ik teruggestuurd toen. Dat was omdat ik graag een compacte camera wilde. Toen had ik besloten om toch maar een nieuwe lens, een kleinere lens te kopen voor mijn andere camera. Want dat was een camera waarbij je de lens erop moet klikken. En dit doet gewoon alles in één, dat wil ik liever. Maar hij is meer ingezoomd. Dit is echt vet, vermoeiend. Nou. Kunnen jullie al mijn ochtendluisteren en zo zien? En viezigheden? Oh, het is best goed licht, hè? Ja, dit is heel vervelend. Je moet je arm dus veel verder uitstrekken bij deze. Normaal zag je ook mijn knot hier, zie je gaat het maar tot hier. Moet je maar eens vasthouden. Pas op, want hij heeft geen grip. Hou maar eens vast, zie je dat je hoofd te veel meer opstaat dan mijn mama. Stom. Nee, wij gaan orders maken. De laatste orders voor de vakantie. Hé hey jongens, het is echt al 2 uur later. Ik ben allemaal orders aan het maken. Ruben is allemaal dingen aan het wegbrengen en zo. Normaal doe ik dit soort dingen altijd zeggen als ik er gewoon normaal uitzie. Maar anders vergeet ik het. Ik had nu een spontane ingeving. Het kan echt niet. Mijn spontane ingeving was. Wat me heel erg leuk lijkt. Heb jij nou iets besteld bij Komwa? En ga je deze zomer leuke foto's maken voor je Instagram of wat dan ook? Of niet? Misschien wil je het nu wel. Ik ga een verrassingspakket weggeven. Zodra ik denk dat je de kans hebt tot en met 1 september, of tot 1 september, om dus deze zomer een mooie foto te maken met sieraden van Komwa, of één sieraden of een accessoire wat je hebt. En dan ga ik daaruit de allerleukste foto uitkiezen. Sowieso, elke mooie foto wordt gedeeld op onze site en op onze Instagram. En in de story delen we altijd alles. Dus ook de foto's waarvan we denken, net niet mooi genoeg kwaliteit om echt te plaatsen. Maar de allerleukste foto kiezen wij dan uit samen, Ruben en ik. En die krijgt een verrassingspakket van ons. En dat is niet één dingetje. Nee, daar gaan we echt een tof pakket voor je samenstellen. Met items die wij gewoon heel erg leuk vinden voor de shop. Als bedankje aan de winnaar. Dus lijkt het je leuk? Dan is dat onze nieuwe winactie. Dus ik heb net een lachaanval gehad. Volgens mij is het de laatste keer dat ik zo hard heb gelachen. Een keer in de auto met mijn moeder laatst toen op vakantie. Het is nu voorbij. Ik moest helemaal huilen. Ik zie er niet uit. Mag ik jou filmen? We zijn dus een hotel aan het zoeken waar je ook kan parkeren. En het enige wat we hebben gevonden is van Ibis Budget. En we wilden niet negatief doen, dus we dachten dat doen we gewoon. Maar ik ben hem zo hard gelachen dat ik het niet meer kan vertellen. Nou, we kwamen de ziekste ondefinieerbare bruine substantie op de vloer. En we kwamen zwervers en, mag ik dat woord zeggen, weet ik niet, allemaal rare mensen tegen. En daar schrokken we van. En we kwamen kinderen op een schoolreisje tegen. En alleen maar sirenes de hele nacht. Maar hoe... En bij Plus zetten mensen, we hebben het ontbijt niet genomen. Nou, ik ging helemaal stuk. Nu vind ik het niet meer grappig. Ik kon echt niet meer bijkomen. Dit is mijn nieuwe camera. Ik had kies voor een niet-rokerskamer. Ja, leuk zeg. Maar dat moet je wel doen, want ik wil niet naar Rome. Maar we kunnen hier niet slapen, schat. Dit is niet normaal. Ruben, heb je dat allemaal gelezen? Ik wil geen ondefinieerbare bruine substantie. Als je dat, nee, als je dat tegenkomt, dan ga je een andere kamer kiezen natuurlijk. Ja, en daar ligt dan, wat zeiden ze allemaal? Echt de ziekste dingen. We hebben een positieve review gevonden. Even kijken, hoe zoom je met deze camera? Huh? Oh zo. Wow, hij zoomt heel langzaam. Echt alsof het een special effect is. Huh? Wat een lekker battle. Ik ga testen bij jou welke modus ik aan wil. Huh, wat is dit dan? Schat, ik heb nog iets gevonden. Eén ding moet je wel doen. Ik heb nog iets gevonden, dat hij automatisch zoomt. Eén ding moet je wel doen daar. En dat is zeg maar alle kostbare spullen uit de auto. Ik moet even iets testen of het dit was. Volgens mij was dit het, schat, waarom hij zo ingezoomd was. Ik weet het niet zeker. Jee, het zie ik aantrekkelijk uit, zeg. Oh my god. Leuke camera, hè? Ben je jealous? Een Rupje? Kunnen jullie allemaal? Iedereen die dit hoort, comment nu. Rupje. Ik vind Ruben heel erg fijn als jullie dat doen. Oké, wil je het allemaal even zeggen? Rupje. Welke zeg jij? Ik wil wennen, hoor. Oké, hallo jongens. Wow. Oké. Okay. Wij gaan naar mijn ouders. Ik weet niet of ik al verteld had dat we niet op vakantie gingen nog. Geen idee, ik vertel het zo even. Ik laat even snel zien wat ik aan heb. Ik heb... Dit had ik ook op het uitje aan met het jurk. Kijk. Nou, hij is echt wel zo moeilijk, zeg. Ja, mijn Birkenstocks. Ik vind dat leuk met sneakers, maar het is gewoon te heet. En een enkelbandje. Is dat zichtbaar? Van Komwa.
rokje van Esprit. Ik heb hier deze, ik weet niet of ik het leuk vind. Van Combon, het slaat nergens op. Dat is deze broche. En topje van H&M heb ik vorige week gekocht voor 3 euro in de sale. Vind ik echt heel erg leuk. Best wel vrouwelijk ook, staat me wel. Tasje van Comget Fashion, mijn nieuwe camera. Princess oorbellen en de ananas knopjes. En mijn heftige bril. Hij is zo leuk. Ik vind hem echt geweldig. Hij lijkt net wel heel heftig. Ik vind hem echt geweldig. Met die tasje zo. Dus ik voel me al helemaal vakantie vibes. Wij gaan nu naar mijn ouders om pizza te eten. Mijn broertje en zijn vriendin zijn er ook. Dus ciao. Okidoo. Oh, dit is zo wennen. Ik moet een armverlenging nemen. Ja, dat is wel vreemd. Dan ga je echt naast iemand. Sowieso. We gaan nu dus naar mijn ouders. Eerst zouden we vandaag op vakantie gaan. Dat deden we niet meer omdat we gewoon minder stress wilden, toch? Dat was de enige reden. Ja. We wilden gewoon minder stress. Dan zouden we morgen op vakantie gaan. En dan zouden we in dat hele vieze Ibis hotel slapen. Zo smerig. Ik ga er nog steeds stuk om. Ik ben een beetje moe, dus het kan dat het heel lang duurt, dit verhaal. Ik ben te moe. Vervolgens, oh ja, kregen we te horen dat het huis... We gaan dus naar het huis van mijn opa en oom. Oh my god. In ieder geval, we hebben dus het huis waar we normaal naartoe gaan, wat jullie kennen. Dat is in de bergen, eigenlijk een skihuis, maar ook leuk in de zomer. Maar kan ook heel slecht weer zijn. Dat huis, het is allebei van mijn opa en oom, maar dat staat nu op de naam van mijn ouders. En is een huis in Zuid-Frankrijk. En dat is echt aan de kust tegenover Saint-Tropez. En dat staat dan op het huis van mijn tante. En die zit er eigenlijk de hele zomer altijd. Ze zei, ik laat wel weten als we weer naar huis gaan. En toen zei ze, nou, we gaan misschien wel eind juli, begin augustus weg. En nu zei ze al, we gaan donderdag al weg. En misschien zelfs woensdag. En toen besloten we dus om daar maar gewoon naartoe te gaan. Want rijden van daar één huis naar het andere huis is ook alweer echt 7 uur of zo. Dus het is gewoon niet de moeite waard. Je moet dan ook 2 huizen schoonmaken, bedden opmaken, alles. Het is gewoon heel veel gedoe. Dus mijn beste vriendin en echt een van de beste vrienden van Ruben. Die gaan toevallig ook deze week, hebben ze een weekje vrijgenomen. Dus die hadden al iets van, zullen we langskomen? Nou, in het zuiden is dat nog veel leuker voor hen dan in het andere huis. Dus zij gaan ook toevallig naar Parijs. En dat gaan zij op vrijdag, zaterdag en zondag doen. En dan komen ze daarna dus naar ons, hebben we net afgesproken. Dus dat wordt heel leuk, voor 3 dagen ongeveer, of 3 nachten. En verder hangt het er voor ons een beetje vanaf hoe lang we een oppas hebben voor de katten. Hoe lang we daar zeg maar blijven. Maar zeker wel 2 weken, toch? Ja. We zijn natuurlijk nu ook al iets later vertrokken. Dus we hebben eigenlijk al zijn zusje die kon oppassen. Hebben we nu eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Maar anders zouden we nu weggaan omdat we een oppas hebben. Om vervolgens in hotels te gaan zitten. Wat best wel lastig te vinden is met goede parkeerplekken en zo. Dus dit is denk ik wel een goede beslissing. En nu gaan we dus nog even naar mijn ouders. Want daar hebben we nu nog tijd voor om lekker pizza te eten. En deze champagne hebben we ooit een keer gekregen en die willen mijn ouders heel graag. Dus die gaan we zo denk ik drinken. En we zijn er nu bijna dus. Yes. Nieuwste probleem. Jij de... Ruben, doe even je best. Het staat op internet. Hè? Je moet even je best doen. Dat ga je, hier kom je nooit doorheen. Nee, dat ligt niet. Dus doe maar weer gewoon terug, dacht ik. Ik heb daar expres niet op mijn eigen stoeptegels gedaan. Ruud maakt wel altijd de kokosnoten kapot. Ja, maar dat, hoe jullie het doen is niet handig. Je moet eerst 3 gaatjes en dan 1 keer tikken. Ja! En nu heeft hij in ieder geval een luchtspleet. Oh, kreeg je de bel er ook niet uit? Mooi, joh. Lijkt wel steen is. Ja, daarom. Die is echt keihard. Ja, en die moet als laatste dat het vuur lekker 500 blijft. Ja, maar fik dit toch wel zeg. Ik heb mijn oude postzegel erop en dan ben ik iedere keer 6,95 mee. Ik hoop dat hij zo heel langzaam gaat. Ja. Is het niet sneller te doen? Nee, dat zijn, nee. Het is wel mooi en daardoor is het heel geleidelijk. Je mag wel van mij nieuwe postzegels hebben hoor, voor die mooie flessen. Oh, ik denk wel, want soms... Ja, het is echt heel zielig. Maar het is heel raar om zo'n hele grote vent. Dat is al helemaal minder gestabiliseerd. Klein te zien, zeg maar. Ook raar voor je oma, dat heb je gewoon een hele andere man. Ja, maar ja, het is echt... Beter hoor, want het is alleen maar mijn voorhoofd de hele tijd. Maar niet geestelijk dementerend. Jawel, jawel. Wow, big tomatoes. Ja, hij begint echt... Ik snij een pizza. Oh, je gaat weer alleen mijn handen filmen zeker? Nee. Weet je wat Ruben doet? Dan zit je bijvoorbeeld in een mooi land. En dan wil je heel graag jezelf even filmen. Dat doet Olivier juist. Gaat dus de Olivier had altijd de zoom, scènes. Ja. Vorige keer ook. Nee, wat jij doet Ruben, jij gaat de omgeving filmen. Ja, op je kop zo. Dat je omdraait. Dit is niet zo eerlijk verdeeld. Ik denk dat je wel pizza honderd nu kunt kopen in de shop. Als je dit... Gouden. Je hebt 6 gouden met hartjes. Hoe vaak moet je snijden? Ik doe het 6 keer, dat is een beetje te veel. Maar het is goed zo, toch? Kijk dan, ze hebben hier een robot, grasmaaier. Het is echt geen gezicht. Het ziet er zo raar uit. Zij lijkt echt helemaal ontspoord. Kijk, Olie, het beeld is best wel donker. Oh, nu herpakt hij zich, kan dat? Oh, dat deed de andere camera niet.
Piep, 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 piep. En nu hoor je, ja kijk, ja. Kijk, nu gebeurt er wat. Mijn wenkbrauwen zijn te donker vandaag. En nou is hij echt aan het groeien. Maar denk je dat het zo kort moet? Oké jongens, we gaan nog mooier, hè? Mooier, ja. Het is al bijna 10 uur. Kort gegroeid. Kijk, als ik hier sta, wat hij dan doet. Kijk, doe niet gek. Dat zijn toch messen? Oh ja. Oh, dat is echt heel dom. Wat ga je doen dan? Halve tanden. Wat? Doei. Doei, Olivierpad. Oli. Ja. Kan je nog instellen dat die zoom minder langzaam gaat? Nee, ik niet. Kusje. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Krijg ik een kus van je? Heb ik je geen kus gegeven? Oh, we hebben nog voor jou het... Oh nee, dat kunnen we zelf doen. Laat maar. Ik dacht nee, te laat. Ik ben vergeten dat we morgen ook nog thuis zijn. Je kan de deur open doen. Fijne vakantie, schat. Fijne vakantie, jongens. Yes. Dag, man. Blijf voorzichtig. Dag, meneer. Ja. Wees niet te moe. Nee. Lekker slapen zo. Doeg eens, schat. Doeg eens, schat. Ja. Fijn dat je er was. Ja. Wat fijn dat je er was. Wat fijn dat je er was. Even de... Hij is wel echt minder scherp of zo, Olivier. Wat heb je van Olivier dan? Hij heeft iets ingesteld. Maar hij is echt minder scherp nu. Ja, misschien dat licht ook. Moet ik nog heel even vragen. Ja hoor. Zelf over de drempel. Wow. Ruben vindt het mooi hoor. De jongen is blij. En jongen? Jongen. Ik ben langzaam op je aan het inzoomen. Jongen. Heb je de robotstofzuiger opgegeten? Waar zijn de kittens? Daar is een kitten. Is hij nu al klaar in deze kamer? Nou, dat was goed. Terug kan je niet. Wat doet hij als mijn voet hier staat? Oh. Nou, dat was het weer. Oké, dan ga ik de vlog hier weer afsluiten. Als je hem leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog deed. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!